Beste kijkers, weer welkom bij mij aan tafel. We gaan het vandaag hebben, ik heb het u vorige week al verteld, over de Afsluitdijk. En niet alleen over de Afsluitdijk, maar ook over een heel bijzonder project wat ze daar gaan realiseren. En dat gaat over de Vismigratierivier. Zult u zeggen, wat is dat nou? Nou, aan het eind van de uitzending is u dat hopelijk volledig duidelijk. Ik ga eerst even mijn gasten aan u voorstellen. Mijn naam is Joost van der Beek, ik werk voor Rijkswaterstaat en ik ben projectmanager van het mooie project Versterking van de Afsluitdijk. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wouter van der Heij. Ik werk al 5 jaar aan het realiseren van een rijke Waddenzee voor de Waddenvereniging. En onder andere vanaf het begin betrokken bij de Vismigratierivier. Ja. En jullie hebben een aardig reisje achter de rug, geloof ik. Ja, het was via Den Haag, Utrecht, naar het mooie Hippolytushof. Ja. En jij kwam uit Harlingen, geloof ik, nu, hè? Nu uit Harlingen, valt mee. Nou, mooi dat jullie konden komen. We gaan het maar eens eerst hebben over de Afsluitdijk. Wanneer en waarom werd de Afsluitdijk eigenlijk gerealiseerd? De Afsluitdijk is in 1932 is het laatste gat gedicht van de Afsluitdijk. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd om die Afsluitdijk aan te leggen. Plannen zijn al veel ouder. Het plan van Lely is uit 1891. Uiteindelijk heeft het geduurd tot aan de winter van 1916. Dat was een grote honger. En dus eigenlijk tekort aan landbouwgrond. En daarnaast ook 1916 overlast van het water. En toen is uiteindelijk een besluit genomen om de Afsluitdijk aan te gaan leggen. En ook de IJsselmeerpolders aan te gaan leggen als onderdeel van de Zuiderzeewerken. Ja, ja, toen werd de noodzaak echt wel duidelijk dat er wat moest gebeuren. Ja, nou, inderdaad. Wat ik wel zeg, combinatie van een ramp en iemand met visie komt tot dit soort grootse plannen. Nou, dat was in 1916 de watersnood gecombineerd met Lely en zijn plannen. Ja. We zeggen altijd Afsluitdijk en daar houden we het ook vanavond maar op. Maar ja, eigenlijk is het geen Afsluitdijk, hè? Het is een dam. Het is een dam, hè? Want ja, achter de dijk hoort een polder te liggen. Ja. Het is aan beide kanten water. Nee, soms noemen het ook eens de Aansluitdijk. Ja, ja. Dus, maar goed, we houden het vanavond op de Afsluitdijk. Ja. Ja. Hoeveel arbeiders waren er eigenlijk betrokken bij dit enorme project? Nou, het is ongeveer rond de 5000 mensen hebben eraan gewerkt. Je moet een beetje denken, in die tijd werd eigenlijk nog alles met de hand aangelegd. Hè. We tegenwoordig heel veel machines hebben en nou ja, bijna alles automatisch gaat, is de Afsluitdijk eigenlijk bijna geheel met de hand aangelegd. Gigantische klus, hè? Ja, je hebt, als je bijvoorbeeld kijkt de bekleding, het zijn van basaltblokken, die zijn allemaal met de hand gezet. Ja. Nou, in Nederland hadden we ook onvoldoende arbeiders die dat konden. Dus uiteindelijk hebben we ook gastarbeiders uit Italië gehaald om voor ons te helpen om die Afsluitdijk aan te leggen. Wij dijkenbouwers, we hadden mensen tekort. Ja, ja. Dat kan. Nou, daar liggen er geloof ik als fundering ook wilgetenen onder, hè, onder de dijk. Ja, aan de zijkant van de dijk zit het met wilgenmatten. En daarbovenop zijn stenen gestort. De kern van de dijk is van keileem. En die is hier vlakbij in de buurt keileem gewonnen. Ja. En die wilgetenen verrot dat dan niet, denk ik? Nou, als het maar nat blijft, dan blijft het in goede conditie. Ja. Ja? Oké. Okay. We hebben hier een verbinding tussen Van Ewijksluis en het voormalige eiland Wieringen. En dat luistert naar de naam Amsteldiepdijk. Wij noemen het de Korte Afsluitdijk. Ja. Volgens mij is dat belangrijk geweest, want die werd eerder gerealiseerd dan de Afsluitdijk. Hè? Is het belangrijk geweest om ervaring op te doen voor de Afsluitdijk? Klopt. Het is hier een proefdijk aangelegd, ook een kleine proefpolder. Ja. Ook de manier waarop uiteindelijk de polders zijn ingepolderd, de Noordoostpolder en Flevoland. Maar ook hoe de Afsluitdijk aangelegd is, is een proeflocatie hier geweest. Om eerst in het klein te proberen, om daarna in het groot waar te maken. Daar hebben ze nog wat van opgestoken, van deze dijk die ze hebben. De Afsluitdijk ligt er al 80 jaar in. Ja, 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 ja. Dus het is toch goed gegaan. Wat waren nou de grootste hindernissen om die dijk te realiseren? Nou, wat je moet bekijken, ik denk in die tijd was, zoals nu hebben we heel veel ervaring met het aanleggen van dijken en dammen. En we hebben ook heel veel techniek beschikbaar. Heel veel kennis, maar ook modelberekeningen. En eigenlijk de Afsluitdijk was voor het eerst dat er zo'n soort dijk werd aangelegd. Dus eigenlijk alle kennis moest worden opgedaan. Dus dan heb je natuurlijk heel veel werk geweest van Lely, maar ook van Lorenz. Een bekende wetenschapper uit die tijd. Die berekeningen hebben gedaan hoe dat moest. Dus daar is echt pionierswerk verricht door de heren. Daarnaast was het toentertijd heel veel weerstand ook van de vissers. Natuurlijk ook het eiland Wieringen. U hadden wel veel goed visserij ingeschat dat de verkeerde kant op ging voor de visserij, geloof ik. Ja, maar goed, mijn buurman zal zo meteen iets vertellen. Ja, dat, voor mij gaan we met z'n allen proberen om daar ook wat aan te doen. We gaan het eigenlijk keren, wat dat betreft. Dat hoop ik wel. Ja.
Als we die afsluitdijk nou niet hadden aangelegd en de Zuiderzee er nog zou zijn geweest, wat nou het IJsselmeer is, dan had het bij de watersnoodramp in 1953 denk ik niet zo best afgelopen voor een aantal IJsselmeerplaatsen. Ja, het is altijd een beetje als dan, hè, maar 1953 is de sterkste storm die wij eigenlijk kennen van, ja. Van de laatste 100 jaar. Ja. Ja, als dan de afsluitdijk er niet gelegen had, je weet niet hoe de dijken dan er waren geweest, maar er was wel kans geweest dat er dan ook op andere plekken schade was geweest. Maar ja, dat is lastig om nu te zeggen van... Ik heb gelezen dat mensen in die tijd zeiden van de dijk heeft zichzelf al terugverdiend door eigenlijk deze watersnoodramp te overleven. Maar goed, ja. Dat geschiedschrijving. Hoe lang is de dijk eigenlijk? 32 kilometer. Dat is de langste dijk van Nederland. Ja, dat is een enorm. Als je erop zit, dan denk je ook van, er komt geen eind aan. Hè? Nou, je mag 130 sinds kort. Ja, sinds kort, dus, ja. Dan kun je er sneller overheen razen. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste functies van de dijk? Kijk, een dijk, waterkering, dat is het eerste waar ik aan denk. Maar ongetwijfeld heeft hij meer functies. Ja, het is een belangrijke kering. Hè? Combinatie met de dijken langs het IJsselmeer. Zorgt voor de waterveiligheid van Friesland, van Flevoland, van Noord-Holland. Daarnaast voor de scheepvaart. Er zijn twee sluiscomplexen waar je met de boot doorheen kan. Hier bij de Noever en aan de andere kant bij Kornwerder Zand. Een belangrijke wegverbinding. Het is om van Harlingen naar de Noever te komen. Een belangrijke wegverbinding. Trekt ook toeristen. Het is 250.000 bezoekers per jaar die stoppen bij het monument. Ja. Dat zie je ook vaak bij buitenlandse gasten. Ik heb het zelf ook wel, als ik familie over heb uit het buitenland, dat eigenlijk wat ze willen zien is de afsluitdijk. Ja, ik had laatst Zwitsers over. Nou ja, die vonden het geweldig om die afsluitdijk te bekijken. Ja. Nee, je ziet het, het is bij ons en misschien zeker bij jullie, omdat die zo dichtbij is. Is het, als het dichtbij is, is het niet meer bijzonder. Nee, precies. Dat heb ik ook een beetje. Maar als je een gast uit het buitenland hebt, ik heb ook in december een delegatie uit Indonesië rondgeleid. Ja. Een delegatie uit Israël. Ja. En ze vinden het allemaal heel erg bijzonder en het is toch een visitekaartje voor Nederlandse waterbouw wat we hebben. Ja, ik ben dan 60, dus voor mij is het zo gewoon dat die dijk daar ligt. Maar toen ik me vandaag in dat onderwerp ging extra verdiepen, toen dacht ik, het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Zo'n dijk van 32 kilometer, dat ze dat ruim 80 jaar geleden al wisten aan te leggen en dat die nog steeds daar ligt. Ja, het meest knappe vind ik zelf, als je kijkt van in die tijd, wat ik net ook vertelde, het is helemaal met de hand aangelegd. Eigenlijk alle berekeningen, er waren geen computermodellen, er waren geen machines. Het is eigenlijk bijna met de hand uitgerekend, maar ook met de hand aangelegd. Ja. En, hij ligt er nu 80 jaar en hij is still going strong. Hey, hoeveel mensen gaan nou dagelijks de dijk over met een autootje? Dat is ruim 10.000 mensen die per dag één kant op de Afsluitdijk opgaan. Dus, dus eigenlijk 20.000 heen en weer. Ja. Ja. En het is ook mogelijk geworden om vanuit Friesland in Noord-Holland te gaan werken en andersom. Ja. Ik zie ook veel projecten hier die worden gerealiseerd door bouwbedrijven uit Friesland. Dat zou zonder die dijk natuurlijk een onmogelijkheid zijn geweest. Ja. Nee, maar dat geeft ons straks ook wel weer een uitdaging. Op het moment dat we met de dijk aan de slag gaan. Het is een belangrijke wegverbinding, dus we moeten wel zorgen ook dat het wegverkeer doorgang kan blijven vinden terwijl we ook aan het werk zijn. De werkzaamheden. Ja. Hoe vaak wordt die dijk nou gemonitord? Of die nog in goede conditie is? We hebben periodiek, dat hebben we gewoon mensen van Rijkswaterstaat of mensen van aannemers die wij ingehuurd hebben die gewoon de dijk bekijken. Op het moment dat er storm is, dan hebben we een zogenaamde dijkwacht. Nou, dat betekent dat we voordat er storm is gaan we kijken, tijdens de storm gaan we kijken en afloop gaan we kijken of er schade is aan de dijk. Een permanente bewaking dan? Ja. En maar bijvoorbeeld het afgelopen jaar met die Sinterklaasstorm, dan houden we de dijk nauwlettend in de gaten. Ja. En hoeveel mensen is nu dagelijks op die dijk aan het werk? Lastig in te schatten. Als ik kijk voor het project waar ik aan werk, is bijna 50 mensen die daaraan werken. Daarnaast heb je mensen vanuit de bediening, twee locaties bij Kornwerder Zand, Den Oever voor de scheepvaart. En zeker dan de mensen die gewoon dagelijks inspecteren de weg en de dijk. Ja, daar hebben wij allemaal niet zo'n weet van. Dat ding dat ligt er gewoon en het gaat allemaal goed. Maar dat komt helemaal goed heel wat bij kijken. Ja. Ja. Welke bedreigingen en kansen liggen er nou voor de toekomst? Want ik heb al het een en ander gelezen over de nieuwe afsluitdijk. Er moet wat gaan veranderen aan deze dijk. Ja. Wat staat er ons te wachten? Nou, het is, we hebben vanuit Rijkswaterstaat kijken we ongeveer elke vijf jaar, elke vijf, zes jaar, een soort APK-toets voor dijken. Dan kijken we, is de dijk nog veilig genoeg?
Nou, er is recent gebleken dat de dijk niet meer veilig genoeg is. Nou, hoef niet meteen zorgen te maken. Hij is nog steeds heel veilig. Moet ik verhuizen? Nee, hij is nog steeds heel veilig. Maar in Nederland willen wij gewoon hele veilige dijken hebben. Dat houdt in dat een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Dus dat is nog een storm die nog veel sterker is dan een storm in 1953. Daar moet de dijk tegen kunnen. Nou, op dit moment kan dit niet tegen zo'n storm. En dat betekent dat wij die dijk gaan versterken. Dat doen wij door de dijk zogenaamd overslagbestendig te maken. Dat betekent als er nu een golf over de dijk heen zou gaan, zou die zeg maar een bres slaan in de binnenkant van de dijk. En daardoor zou er een gat ontstaan. Nou, dat is wat we niet willen. Dus we gaan de dijk nu zo maken dat als er een keer een golf overheen komt, in een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt, nou, dan komen er flinke golven overheen. Mm-hmm. Maar dan blijft de dijk gewoon op zijn plek. Daarnaast hebben we een tweetal spuisluizen om het water af te voeren. Water wat met name via de IJssel, maar bijvoorbeeld ook vanuit land en van een regen komt, dat moet weer afgevoerd worden. We hebben spuisluizen die moeten versterkt worden. En we hebben ook nog voor de scheepvaart schutsluizen die moeten ook versterkt worden. Daarnaast is, ik zei net al iets over die afvoer van water. Mm-hmm. Water wat van de IJssel komt, moet afgevoerd worden. Maar tegenwoordig wordt dat steeds meer water komt, maar het komt vooral grilliger. Dus het komt in pieken komt er meer water. Net zoals in Nederland allerlei wateroverloopgebieden hebben. Heb je met het IJsselmeer nu ook het probleem dat er te veel eigenlijk instroomt? Nou ja, er stroomt altijd in. Gewoon de IJssel stroomt in het IJsselmeer. Nou, daarvoor hebben spuisluizen, die zijn in 1932 al aangelegd. Ik bedoel, als we die spuisluizen niet hadden, dan zou het binnen, binnen een paar dagen een probleem zijn. Zou het een probleem zijn. Alleen die capaciteit van die spuisluizen is onvoldoende. Ja. En daarom gaan we hier bij Den Oever. Gaan we in een aantal, in het spuisluiscomplex van Den Oever, gaan we een aantal pompen inbouwen. En dat bij elkaar wordt dat dan het grootste gemaal van Europa. Dijken versterken en extra capaciteit van bemaling. Dijk versterken, de kunstwerken zoals wij dat noemen, dus de spui- en schutsluizen versterken. En pompen inbouwen in het spuiscomplex in Den Oever. En daar hebben we, u refereerde net al aan de nieuwe Afsluitdijk. Hebben we gezegd, samen met de regio, met de 3 gemeenten, 2 provincies. Van, nou ja, gelegenheid schept de kans. Op het moment dat wij toch met die dijk aan de slag gaan, kunnen we niet samen kijken, kan er niet meer. En dat hebben we samen met de gemeente, provincies, hebben we dat bekeken. En daar werken we nu heel nauw samen met gemeente en provincies in het programmabureau de Nieuwe Afsluitdijk vanuit de regio. En die kijken wat zijn mogelijkheden voor natuur. Nou, dat is onder andere een vismigratierivier waar mijn buurman zo meteen wat over zal vertellen. Ja. Maar dat is ook op gebied van duurzame energie. Als je nu over de Afsluitdijk rijdt, dan zie je het midden van de Afsluitdijk bij het benzinestation, bij Breesanddijk, zie je een grote vierkante doos staan. Nou, daar is een pilot voor Blue Energy in aanbouw. Dat is een unieke technologie. Het zoet en zout water wat botst en wat elektra moet gaan opwekken. Ja, kan je uit het potentiaal verschil tussen zoet en zout water kan je energie winnen. Ja. En dat is een techniek die is in Nederland, onder andere bij Wetsers in Leeuwarden ontwikkeld. Dat is een unieke techniek die hier getest wordt. Of dat op grote schaal ook kan. Ja. En daarnaast zal er ook nog gekeken worden recreatie en toerisme. Nou, op dit moment 250.000 bezoekers ongeveer. En je kan bij het monument een kopje koffie drinken. Maar voor de rest zijn de voorzieningen heel beperkt. Ik lees al af en toe in de kranten het een en ander over het standbeeld van Lely. Dat zou misschien verplaatst moeten worden en die voetgangersbrug moet misschien weg. Zijn de mensen het hier helemaal niet over eens? Kan je daar al iets meer over zeggen? Ik kan er iets meer over vertellen. Ik kan niet vertellen hoe het wordt. Nee, wat wij gedaan hebben, is wij hebben een, wat wij dan noemen een masterplan beeldkwaliteit op laten stellen. Mm. We hebben een tweetal architecten gevraagd van als we nou met de Afsluitdijk aan de gang gaan. Wij vanuit Rijkswaterstaat die dijk versterken vanuit de regio. Onder andere, wat ik net vertelde, duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme. Dat is natuurlijk van belang. De Afsluitdijk is heeft een monumentale waarde. Er zitten ook een 6-tal rijksmonumenten op. De Afsluitdijk is een icoon van de Nederlandse waterbouw. Hoe kunnen we die icoon in stand houden, maar ook versterken? Nou, daar hebben die architecten hebben daar een masterplan voor geschreven. Waarvan zij zeggen van, nou, zo zien wij dat die Afsluitdijk eruit zou kunnen zien. Nou, daarvan hebben zij, een van de ideeën die zij geopperd hebben, is van, zet nou het monument van Lely terug op de originele plek. Dat bij de bouw van de Afsluitdijk, of in ieder geval vlak daarna het beeld geplaatst is. Het is niet meer dan een optie. Het is een idee. Ja. Het is niet meer dan een optie. Ja. Nee, dus het is en het zal gewoon komende tijd moeten blijken van of dat ook wordt uitgevoerd. Hoe dat er gaat doen. En die voetgangersbrug, daar vroeg u ook naar. Ja.
wat men heeft gezegd vanuit de architecten, wat zij noemen verrommeling. Eigenlijk sinds 1932 is er steeds meer bijgekomen. Ja. Er zijn borden bijgekomen, er is vangrails, er zijn voetgangersbruggen gekomen. Dan kan je niet kijken of dat een onsje minder kan. Ja. Maar goed, die voetgangersbrug vermoed ik dat zal blijven, want je zal toch naar de overkant moeten. Dus, maar goed, het staat meer voor het idee om minder verrommeling op de Assendijk te hebben. Ja, duidelijk. Tot slot nog eventjes. Ja. In het verleden is er ooit sprake van geweest, en er is ook met de korte afsluitdijk al rekening mee gehouden, dat de spoorverbinding vanuit Annapallona over de dijk zou kunnen gaan richting Harlingen. Ja. Gaat dat nou bij die nieuwe afsluitdijk straks gebeuren? Is dat ook weer een optie? Spoor over de dijk? Nee. Dat gaat niet gebeuren? Nee, helaas. Het zal toch voorlopig met de bus naar Friesland moeten. Het blijft de bus of de auto. Ja. We kunnen ook nog fietsen. Ja. Nou, bedankt voor je heldere uiteenzetting over de dijk. We hebben het net al even gehad over de vismigratierivier. En voordat we daar met onze bioloog aan tafel over gaan praten, gaan we eerst eens even kijken wat wordt er nou bedoeld met die vismigratierivier die er zou moeten komen in de afsluitdijk. De afsluitdijk zorgt voor bescherming tegen het wassende water, voor de verbinding tussen Noord-Holland en Friesland, maakt inpoldering mogelijk, creëert nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden. Ooit vormde rivierdelta een zeemonding van de Zuiderzee, een zogenaamd estuarium, een vrije overgang tussen zoet- en zoutwater. Nu ligt er deze waterkering van 32 kilometer lang, met op twee plaatsen een sluis waar water en boten de dijk kunnen passeren. We staan hier bij de kaart van Nederland, maar op zijn kant. Want dan zie je namelijk heel goed dat al het water van de Europese rivieren, van de Maas en de Rijn, uiteindelijk in ons laaggelegen gebied, ons deltagebied, terechtkomt. Een groot deel verzamelt zich in het IJsselmeergebied en we spuien dat water door twee grote spuisluizen hier in de afsluitdijk. Wat dat betekent, is dat vissen die kunnen niet tegen die stroming in. Die stroom is zo groot dat vissen niet er tegenin kunnen zwemmen en hun paaigronden niet meer kunnen bereiken. En wat er gebeurt, vissen sterven dan uit. En dat is ook gebeurd al de afgelopen jaren. De aanleg van de afsluitdijk was voor de Waddenzee en voor de Zuiderzee eigenlijk een ecologische ramp. Het zout en het brakke water van de Zuiderzee werd zoet. Het getij verdween. En ook voor de trekvissoorten werd hun route naar hun paaigronden in de Zuiderzee van de een op de andere dag afgesloten. Deze vissoorten hadden hun voortplantingsgebied in de brakke wateren van de Zuiderzee. En met de aanleg van de afsluitdijk zijn hun populaties in elkaar gestort. Ook voor de Zuiderzeevisserij op anchovissen, haring en spiering was de aanleg van de afsluitdijk eigenlijk het begin van het einde. Wat nu rest is nog een fractie van de aantallen van vroeger. De zalmen die het spuiwerken nog weten te passeren is op één hand te tellen. De paling worden tegenwoordig door de vissers handmatig over de dijk gezet. En de spiering is geworden tot een miniatuurvariant die de Waddenzee niet meer weet te vinden. Deze vissen vormen het voedsel voor een grote variatie aan vogels, grotere vissen, maar ook voor de zeehond en de bruinvis. Zo zorgt de lage spieringstand in het IJsselmeer direct voor een laag broedsucces van veel vogelsoorten. Vooral de stekelbaars is een belangrijke voedselbron voor hongerige vogels die in het vroege voorjaar uit Afrika aankomen. Maar ook grotere roofvissen als de snoekbaars of de kabeljauw en de paling zijn gebaat bij het herstel van de trekvispopulaties. Gelukkig dient zich de komende jaren een uitgelezen kans aan om hier iets aan te doen. Rijkswaterstaat heeft vanaf 2016 een grote onderhoudsbeurt gepland voor de afsluitdijk. De dijk zal worden versterkt en verzwaard. Regionale partijen grijpen deze renovatieplannen aan om met voorstellen te komen om de ecologische balans terug te brengen en tegelijkertijd de kwaliteit van natuur en recreatie te versterken. V-
Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Wij werken daarin samen met de provincie in Noord-Holland, maar ook met de gemeente Hollands Kroon, Zuidwest-Friesland en Harlingen. Samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, maar ook met partijen als de Waddenvereniging en het Blauwe Hart, geven we samen invulling aan die nieuwe afsluitdijk. Onder regie van De Nieuwe Afsluitdijk werken deze partijen nu verder aan het concretiseren van het veelbelovende plan. De Vismigratierivier. Vismigratierivier betekent dat vis vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer kan en weer terug. Dus wel vis, maar geen zout in het IJsselmeer. De vissen liggen in de Waddenzee als surfers te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is te sterk. Juist dit nieuwe systeem biedt ze de mogelijkheid om met het water mee naar binnen te liften. De Vismigratierivier op. Ze hebben daar de tijd om zich aan te passen. Het water is brak, een mengeling van zoet en zout water. De vissen kunnen er een tijdje verblijven en zwemmen daarna door naar hun voortplantingsgebieden voorbij het IJsselmeer. De Vismigratierivier begint te stromen als het eb wordt, als het laag water wordt op de Waddenzee. Wanneer het vloed wordt, komt hij weer tot stilstand. En daarna stroomt hij zelfs de andere kant op. En dat is heel bijzonder aan de Vismigratierivier. Het is een prachtig systeem wat zo dicht mogelijk bij de natuur blijft. Wat voor vissen en het ecosysteem optimaal kan functioneren. Er komt een uitgebreid informatiecentrum bij, waarbij je dus gewoon ook kan zien hoe de vis van het wat naar het IJsselmeer zwemt. Net zoals de Oosterscheldekering een baanbrekende waterinnovatie was, is, gaan we in feite hetzelfde hier doen. En met de transformatie van de afsluitdijk naar de nieuwe afsluitdijk. En voor de waterbouwsector is het natuurlijk een geweldige innovatieve kans om tegelijkertijd met de dijkversterking ook de Vismigratierivier te kunnen aanleggen. Dat is goed voor een veerkrachtig ecosysteem. Daar profiteren de vissen en de vogels van en daarmee ook de IJsselmeervisserij. En dat betekent weer een stukje werkgelegenheid. En wij denken echt dat hiermee we een project hebben waar de Nederlandse watersector weer trots op kan zijn. Nergens anders bestaat zoiets als de Vismigratierivier. Terwijl er wereldwijd ongeveer 200 vergelijkbare situaties zijn. Door nu in te zetten op de verdere ontwikkeling van de Vismigratierivier, verwerft de waterbouwsector in Nederland unieke kennis. Deze kennis kan omgezet worden in de vorm van een nieuw exportproduct. De Vismigratierivier is dus een project met internationale uitstraling. Nou, we dachten dat het wel een helder filmpje was om u een klein beetje een idee te geven wat die Vismigratierivier nou zo'n beetje inhoudt. Wouter, dat zag er goed uit, dat filmpje. Ja, vond je? Ja. Duidelijk. Je wordt een tv-persoonlijkheid, je loopt van studio naar studio. Goed, dus eventjes kijken. Nu zijn er al maatregelen voordat die Vismigratierivier wordt aangelegd om te zorgen dat die vis een beetje heen en weer kan. Ja, uiteraard wordt er bij de enige gaatjes die in de Afsluitdijk nog zitten, dus bij de spuiwerken, wordt er wel rekening gehouden met de vissen die dus vanuit de Waddenzee richting IJsselmeer willen trekken. Dus men kijkt hoe het spuivenster, zoals dat zo mooi heet, dat er voldoende tijd wordt gegeven voor vissen om op het moment dat het water aan beide kanten van de dijk even hoog staat, dat ze via het spuiwerk dus naar de andere kant kunnen komen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat daarna het water van IJsselmeer naar Waddenzee gaat stromen. En dus die periode, dat tijdvak wat er is, dat het zeer beperkt is. Ja, ja. Op een gegeven moment stroomt het gewoon te hard. Ja. En dan is het voor die vissen onmogelijk om er tegenin te komen. De aanleg van de dijk, wordt in het filmpje ook gezegd, is eigenlijk een ecologische ramp. Gaan we die met de Vismigratierivier nou helemaal opheffen? Nee, dat zeker niet. Zoals gezegd net, het is een 32 kilometer lange afsluitdijk. In die zin is het echt voor de vissen is het een afsluitende dijk. Wat wij willen met deze Vismigratierivier is om een klein deel van die afsluiting teniet te doen. Maar we zijn wel realistisch. Dat zal niet de aanleg van de afsluitdijk in zijn geheel teniet doen voor de vis. Nou, wel een flinke verbetering gaan opleveren. Ja, dat is absoluut onze insteek. Het moet beduidend betere omstandigheden voor migrerende vissen geven.
als je het zo ziet en denkt, het is kinderlijk eenvoudig. Wie heeft dit geweldige idee bedacht? Nou, er wordt al langer gekeken hoe dit, hoe die ecologische verbinding tussen die beide wateren tot stand kan komen. Dus het idee van een slingerende rivier van voldoende lengte. Die kom ik al wel een tijdje tegen in rapporten. Maar een jaar of drie geleden zijn het vanuit de initiatiefnemers, Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart heet het nu. Dus dat zijn de beide natuurorganisaties aan beide zijden van de dijk. En de sportvissers en de beroepsvisserij, die hebben dat plan weer opgepakt en zijn naar mij aan het werk gegaan. En bij hun komt het idee nu vandaan. Ja. Hoe lang moet die rivier worden? Want ik zie dan ik zie hem nogal behoorlijk kronkelen. Ja. Nou, van heel groot belang, zoals gezegd, net ook met de stroomsnelheid, dat is hetgeen wat bepalend is voor de vis. Dus we hebben vooral ook gekeken naar de vissoorten die niet zo sterke zwemmers zijn. Iedereen kent de zalm als een sterke zwemmer. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de glasalen, dat zijn zwakke zwemmers. Dus de lengte van de rivier, die is helemaal afgemeten dat we in de hele rivier niet te hoge stroomsnelheden krijgen. En de berekeningen laten nu zien dat je daarvoor minimaal een 6 kilometer lange rivier nodig hebt. Jeetje, 6 kilometer. Ja, ja. En we proberen dat in zo compact mogelijke vorm te gieten, vandaar dat hij dan gaat slingeren. Ja. Maar 6 kilometer is nodig om dus niet te hoge stroomsnelheid te krijgen. En nou, heb ik in het animatiefilmpje gezien, prachtig dat die vissen die ingang wisten te vinden. Maar je kunt geen AWB-borden plaatsen. Hoe werkt dat? Hoe kunnen die vissen die ingangen vinden? Ja, het werkt op geur, zou je bijna zeggen. De vissen proeven het zoete water. Daar zijn ze naar op weg. Dus vanuit het spuiwerk wordt er heel veel zoet water de Waddenzee ingespuit en stroomt daarin. En daar oriënteren de vissen zich op. Dus vandaar dat we met de vismigratierivier ook direct naast het spuiwerk willen zitten. Omdat de vissen uiteindelijk dus dat geurspoor volgen en in de spui komen uitkomen. En de vismigratierivier die moet dan weer aantakken eigenlijk op die spuikom. En op het moment dat het spuiwerk gesloten is, laten wij een beetje zoet water via de rivier in de spuikom lopen. En dan is de vis al geconcentreerd en kunnen ze dus eigenlijk met relatief weinig zoetwater ze de juiste kant op leiden. En hoe is het zo dat jullie hebben gekozen voor kornwerder zand? Nee, dat zijn dus twee opties. Twee opties nog op het moment. Voor de spuipunten, Den Oever of kornwerder zand. Ja, precies. En op het moment dat je naar de Waddenzee kijkt, zijn de diepe geulen vanuit het Marsdiep, tussen Texel en Den Helder. Die leidt uiteindelijk richting deze kant op, waardoor het visaanbod hier wat groter is dan in Den Oever. Maar als je het mij vraagt, zou ik er graag bij Den Oever ook een aanleggen. Ja, ja. Dus die twee punten, dat zijn de meest belangrijke punten. Ah, okay. Ja. Het lijkt zo simpel, maar ik denk niet zo simpel is om dit allemaal te realiseren. Nee, wat dat betreft zijn we weer aan het pionieren, zoals 80 jaar geleden. Ja. Dus een vispassage maken bij een grote dam, dat wordt wereldwijd gedaan. Maar een vispassage maken op de grens van zoet en zout en dat je ook de getijdenwerking wilt gebruiken, dat is gewoon geheel nieuw. Ja. En dat vraagt toch een hele hoop rekenwerk om dat goed te doen. Dus de lengte van de rivier heb ik net verteld, hoe dat nauw luistert met de stroomsnelheden. Ja. Maar tegelijkertijd willen we ook geen druppel zout water in het IJsselmeer hebben. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat betekent toch ook dat je goed moet kijken hoe dat qua beheer van dat water gaat gebeuren. Nou, verder weet iedereen dat de Waddenzee een zandige, slibbige zee is. En je wilt natuurlijk niet dat je rivier dicht slipt. Dus al dit slag vragen die worden nu nauwgezet onderzocht. Ja. En we hopen eigenlijk dit jaar daar allemaal antwoorden op te krijgen. En als het dan allemaal doorgaat, hebben we dan alleen in die natuur maar winnaars of zijn er ook nog verliezers? Want door die veranderde situatie van dat die afsluitdijken kwam, zijn er aardig wat verliezers in de natuur. Ja. Maar hoe gaat het nu worden met die vis-immigratierivier? Nou, voor de vissen kan ik eigenlijk alleen maar winnaars aanwijzen. Hetgeen wat er natuurlijk wel gebeurt is, we gaan toch op een gebied van ongeveer 100 hectare iets aanleggen. Dus we zitten ook heel goed te kijken van het moet uiteindelijk natuurwinst opleveren. Maar we kunnen er niet omheen dat we natuurlijk in de Waddenzee en een stuk in het IJsselmeer toch iets gaan aanleggen. Wat betekent het voor de zeehonden, de vogels? Ja, op het moment dat je een gezonde, rijke visstand hebt, dan is dat goed voor
voor de natuur, ja. Dus voor de zeehonden, voor de vogels. En de reden dat natuurlijk de vissers meedoen is ook, ja, een gezonde zee met veel vis. Dat is ja, voor iedereen gewoon een mooi uitgangspunt. Dus ja, op het moment dat deze rivier echt hetgeen gaat doen wat wij voor ogen hebben, dan profiteert ja, de visser en de zeehond, laat ik zo zeggen. Het ziet er mooi uit, maar ik denk, is dit op kleine schaal in een laboratorium of zo allemaal uitgetest? Want je kunt het bedenken, maar ja. Voor je dat echt allemaal groots gaat aanleggen met heel veel geld. Nee, uiteraard moet dat, ja. Ja, in onder labomstandigheden goed getest worden. Mm-hmm. Waar we nu druk mee bezig zijn is dus om de locatie vast te stellen. Moet die aan de westkant komen of moet die aan de oostkant komen? En welke vorm moet die krijgen? Op het moment dat we dat hebben vastgesteld, dan zal tegenwoordig dus een groot deel computermatig worden berekend of het allemaal kan. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je dan ook in onder labomstandigheden in een miniatuurvariant het allemaal nog een keer wilt laten proefdraaien. Wat gaat het hele project kosten als het allemaal doorgaat? Ja, het is een duur project, enkele tientallen miljoenen euro's. En wat voor mij dus nu lastig om daar een prijskaartje aan te hangen is omdat ik nog niet met zekerheid kan zeggen waar die wordt aangelegd, hoe groot die is, welk deel er in de Waddenzee komt te liggen, welk deel er in het IJsselmeer komt te liggen. Op dit moment gaan we uit van rond de 50 miljoen euro, maar dat zou ook iets lager of iets hoger kunnen zijn. Maar hoe gaat het betaald worden? Zegt Rijkwaterstaat van dat is prima. Nee, helaas. Maar hoe gaat het dan wel gebeuren? Ja, voor ons is het natuurlijk erg belangrijk dat we hiermee werken aan een rijke visstand in de Waddenzee. Dan komen verschillende potjes in beeld. Een voor de hand liggende is het Waddenfonds. Maar je kunt ook aan Europese subsidiestromen denken. Dus ik ga ervan uit dat wordt een zoektocht. Maar op dit moment is iedereen enthousiast over dit plan. En zijn we met elkaar druk bezig om inderdaad die fondsen te benaderen om hierin te stappen. Wanneer denken jullie het project te gaan opstarten en wanneer denken jullie dat het project klaar is? Nou, dit jaar wordt een heel belangrijk jaar. Mm-hmm. Dit jaar gaan we er vol voor als de onderzoeken positief zijn. En dan moeten we toch aan denken dat we in 2017 daadwerkelijk in het veld aan het werk gaan. Er zit nog een hele fase voorafgaand. Maar op dit moment hopen wij in 2018 toch te kunnen zeggen dat de vismigratie dat die er ligt. Geopend kan worden. Ja. En wat streven jullie nou na? Ik kan me voorstellen, we hebben in het filmpje gezien wat allemaal de bedoeling is. Maar dat het effect na één jaar misschien nog niet echt meetbaar is. Maar waar zetten jullie op in? Nou, wat belangrijk is dat wij naar een forse verbetering van de vissen die de afsluitdijk passeren toewerken. Op dit moment betekent dat we eigenlijk een soort nulmeting aan het doen zijn van wat is het aanbod aan de Waddenzeekant. Mm-hmm. Wat weet uiteindelijk via de spuiwerken de afsluitdijk te passeren. Ja, dan werk ik toe naar een minimale vertienvoudiging van die aantallen. Ja, dat is wel substantieel, dacht ik. Ja, maar dat zegt niet zoveel. Omdat je dus niet zo goed weet wat het aanbod is. Op het moment dat je nu zegt, er zitten 100 vissen voor de dijk. Ja, ja. Eentje weet te passeren en uiteindelijk weten er nu 10 te passeren. Ja, maar ik neem aan dat het wel om iets hogere getallen gaat. Dan gaat het echt om miljoenen vissen. Ja, ja. Dus wij zijn gewoon heel druk bezig om die aantallen fors omhoog te krijgen. Als dit nou allemaal mag lukken, het is een uniek project in de wereld. Hè? Dus de eerste keer dat dit uitgeprobeerd gaat worden. Ja. Dan is het natuurlijk een prachtig exportproduct. Wie gaat daar dan straks de boer mee op? De milieuclubs of de mensen in de weg- en waterbouw die er grof geld aan gaan verdienen? Oh, ik denk beide. Beide. Ik denk, die gaan partners worden van elkaar. Dat weet ik niet. Zijn we al? Ja, absoluut. Nee, je kunt natuurlijk zo voorstellen dat natuurclubs op andere plekken. Er zijn ongeveer 200 locaties geïdentificeerd wereldwijd waar dergelijke problematiek als hier aan de orde is. Ja, je kunt collega-organisaties daar natuurlijk wijzen op deze oplossing. Tegelijkertijd verwacht ik dat de ingenieursbureaus met dit project ook de boer op zullen gaan en te kijken of ze het ergens anders kunnen slijten. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor jullie uiteenzettingen en je komst natuurlijk naar de studio. Ja, we hopen dat het allemaal gaat lukken, zowel met de dijkverzwaring en andere maatregelen als met de vismigratierivier. Rijkswaterstaat komt wel aan zijn geld, maar of het de milieuclubs gaat lukken met het geld, daar ga ik maar van uit dat het gaat lukken, want het is een heel positief plan.
Hartstikke bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Volgende week hebben we natuurlijk weer andere gasten aan de tafel. En dan hebben we hier mensen van de theaterschool. Ja, een beetje op zijn West-Fries theaterschool dus. Er komt iemand die daar de les geeft, de docent dus. En er komt ook iemand die een kind die aan zo'n workshop heeft deelgenomen en dat binnenkort ook weer gaat doen. Dat hebben wij volgende week in de uitzending. Tot dan.